genius. Een spel dat het brein tot in iedere verborgen cel uitdaagt. 10 spelers pakten de handschoen op die hen werd toegeworpen door de creator en geven acte de présence in zijn domein. Iedere aflevering daagt deze Game Wizard de spelers uit met zijn strategische spellen. De Main Match en het eliminatiespel The Deathmatch. Wie blijft hier het langst overeind en kroont zich uiteindelijk tot The Genius? Voert Thomas zich als winnaar op in een zelfgeschreven ijzingwekkend complot? Kan hij de onverzettelijke Olympisch bokser Nushka aan? Wie denkt er beter vooruit dan superschaaktalent Anamaya? Nizar misschien? Wint deze vastberaden, razendslimme acteur zijn tegenstanders om de vinger? Doorziet Nelke zijn trucs? Ze weet alles van Freud en is kampioen weerwolven. Girlboss Roxanne is niet snel onder de indruk. Hoe ver komt zij met haar social skills? Bluff en Brani? Dat is de middelneem van superfanatieke gamer Rick. Humor in The Genius? Jazeker. Maar Fabian is vooral bloedfanatiek en superintelligent. Het is deze koningin van de rechtbank allemaal om het even. Voor Feride Tosun is wheelen en dealen op het scherpst van de snede dagelijkse kost. In de eerste aflevering van The Genius vraten de spelers elkaar bijna letterlijk op toen ze elkaar tegenkwamen in de main match Eat or Be Eaten. Nushka is dood. Ik kan rectout maken. Ja. En die wordt boos. Ik ben slang. Kijk, dat is leuk. De spelers die dit spel het slimst aanpakten, bleven over. Oh, die was je? Een otter. Een otter? Je hebt als otter gewonnen, wat cool. Slang Thomas en otter Fabian wonnen het spel en verdienden daarmee G-coins, het betaalmiddel in The Genius. Hiermee sta je sterk als er onderhandeld moet worden en je jezelf uit de nesten wil werken. Horlogedealer Jasper overspeelde zijn hand. Hij was niet opgewassen tegen Nelke in de deathmatch. Gefeliciteerd, schat. Dankjewel. Wat gaat er vandaag gebeuren? Voor wie wordt deze berg te hoog? En wie blijft er overeind in The Genius? Ik leef nog. Ja, je hebt het overleefd. Mm-hmm. Was spannend, of niet? Ja, joh, ik voelde me zo schuldig dat Fabian en ik jou moesten aanwijzen. Het was echt puur random op dit moment, ja, in het spel. Ja, iemand moet de eerste zijn. We hebben ervoor gekozen om naar de eliminatieronde te sturen Nelke. Godver, waarom? Thomas zat niet alleen Nelke dwars, maar zeker ook verliezer Jasper. Thomas heeft mij genaaid. Jasper voelde zich genaaid doordat Thomas hem niet hielp met een belangrijke kaart in de deathmatch. Dan wil ik van Thomas die rode 7. Jasper. En toen heeft hij die mij niet gegeven en toen dacht ik al, oké, I'm fucked. Rick hield het wat beschaafder. Ik heb misschien ook wel een klein beetje geholpen met hem eruit sturen, maar ook weer niet te nadrukkelijk. Ik had hem een verkeerde kleur kunnen geven, maar als hij dan door zou gaan, dan ben ik een hoop vertrouwen kwijt natuurlijk. Ja, dat heb je goed gedaan. Ja, ik gaf de hint van kies Jasper. Oh, dat was jij? Ja. Ah. Het begaat elkaar. Ja. En dan eventjes de driepotten. En dan ga ik helaas het gevecht aan met jou. En zo weten we wat voor vlees we in de kuip hebben met Roxanne. Ja, de spelers leren elkaar kennen. Met een nieuwe aflevering voor de deur staan ze weer op scherp. Ik voel me echt helemaal weer opgeladen. Toch wel fijn dat ik de eerste dag overleefd had. Vond ik toch wel erg fijn. Verder nog steeds toch wel een beetje gespannen, hoor. Je merkte toch dat mensen Jasper heel goed vonden in het spel. Dat het toch ook een beetje de kop gekost heeft. Dus ja, zelfs goed zijn red je niet van eliminatie, zou ik zeggen. Ik heb er heel veel zin in. Vandaag gaan we knallen. 9 spelers in de house voor de tweede ronde. The Creator wacht ze op met een hersenbreker van een main match. Hallo, daar zijn jullie weer, bij The Genius. Gefeliciteerd, jullie hebben de vorige aflevering overleefd. Er zijn er nog 7 te gaan. Ook vandaag zal er iemand het spel moeten verlaten. En over 7 afleveringen weten we wie er als laatste overblijft en de absolute winnaar is. De absolute genius. Ik ben erg benieuwd hoe het vandaag zal gaan. Vorige week was het een beetje chaotisch. Spannend. Vandaag weer een heel nieuw spel, dus ik ben ontzettend benieuwd wat er gaat gebeuren.
Nu is het tijd voor jullie om te beginnen met de tweede main match van The Genius. Outnumbered. De regels zijn simpel. Jullie krijgen 9 kaarten met daarop de waardes 1, 2 en 3. Je mag spelen tegen al je medestrijders en je speelt steeds 1 tegen 1. Je probeert zo vaak mogelijk te winnen door een hogere kaart neer te leggen dan je tegenstander. Je legt je kaart gesloten neer en draait deze om wanneer de dealer een teken geeft. De speler met de hoogste waarde wint de ronde en scoort een punt. Kaarten die eenmaal zijn gebruikt, verdwijnen uit het spel. Ook bij een gelijke waarde gaan de kaarten uit het spel. Er is geen limiet hoe vaak je speelt of tegen hoeveel spelers je speelt. Je moet je kaarten weggespeeld hebben voordat de speeltijd om is. Je krijgt 0 punten als je daar niet in slaagt en je aan het eind nog kaarten in je bezit hebt. De speler met het hoogste aantal punten wint en wordt beloond met 3 G-coins. De speler met de minste punten wordt de eliminatiekandidaat. Geweld en diefstal zijn niet toegestaan. We beginnen het spel over 60 minuten. Het komende uur mogen jullie gebruiken zoals je zelf wilt. Succes allen. Oké. Okay. Dat is lang. Oh. Ja. En je mag tegen iedereen spelen, toch? Je mag tegen iedereen spelen. Ja, ja. Dus je mag ook 9 keer tegen dezelfde persoon spelen? Ja. Ja, ja. Het spel wat werd uitgelegd vond ik eigenlijk meteen leuk. Ja, je dacht wel gelijk, van, ja, is het dan handig om te gaan samenwerken met 2 mensen, met 3 mensen? Vorige week heb ik gezien hoe er bepaalde groepjes werden gevormd. En ik denk dat we daar nu verder op gaan bouwen. Als dit fout gaat, wat jullie gaan doen zo meteen, dan zijn we allemaal echt zwaar te lul. Luister, één van ons moet gaan bloeden. Klaar. Laat me de regels van Outnumbered samenvatten in 3 simpele zinnen. De spelers krijgen 9 kaarten. 3 met de waarde 1, 3 met de waarde 2 en 3 met de waarde 3. Speel een hoger nummer dan je tegenstander om te winnen. Als je aan het eind kaarten over hebt, krijg je 0 punten. En let op, de winnaar van de main match krijgt 3 G-coins. Is hij of zij de exclusieve winnaar, dan ook 2 Rings of Life. En gaat daarmee automatisch door naar de volgende aflevering. Maar de winnaar kan ervoor kiezen om met de tweede Ring of Life een andere speler immuniteit te geven voor de deathmatch. Maar hij mag nooit de absolute verliezer van de main match kiezen. Als er meerdere winnaars zijn, krijgen die ieder maar 1 Ring of Life en valt er dus niets uit te delen. Zal ik hier gewoon scheuren en allemaal kaartjes van maken dat we kunnen oefenen? Eerst scheuren, scheuren, scheuren. Dan heb ik er al heel wat, denk ik. Nee, dat lukt wel. We hebben ook genoeg tijd. Dus... Ja. Het rotte is wel dat we zeg maar niet... We kunnen sowieso niet allebei winnen. Dat is toch stom? Nee, maar... We kunnen alleen maar zorgen dat we dus niet verliezen. Ja. Voor maar ons allebei. Maar dat is al prima. Ja. We zijn met z'n 9. 9 keer 9 is 81. Dus er blijft 1 kaart over. Ja. Dus 1 iemand verliest. Als je een kaart over hebt, verlies je. De persoon met 1 die een kaart over heeft, krijgt 0 punten. Dus? Ja, dus? Ja, dit is... Wij ruilen gewoon onze kaarten met elkaar. Ik laat jou 9 keer winnen. Rick denkt een stap verder dan de rest. Je kunt kaarten ruilen. Zijn voorstel aan Fabian. Rick geeft 3 drieën aan Fabian en krijgt 3 enen van hem retour. Op die manier kan Fabian 9 rondes tegen Rick een hogere kaart uitspelen. Ze gaan ervan uit dat Fabian met de zegen van 9-0 de main match wint en 2 Rings of Life binnenhaalt. Waarvan er 1 naar Rick gaat om uit de deathmatch te blijven. Dan wordt dat gewoon niet. Kleine shake, kleine shake. Oké, okay. Stel wij zouden met elkaar gewoon blijven uitwisselen. Mm-hmm. En we doen dat gelijkwaardig. Ja. Dan kunnen we letterlijk uittellen welke kaart voor welke kaart. Ja. Maar voel jij je fijn om dat tegen mij te doen? Ja. Ik heb Nelke gisteren geholpen bij de finale. En ik denk van ja, oké, okay, dan... Zij voelt zich misschien wel dat ze ook iets te danken heeft aan mij. Dus ik denk van ja, haar kan ik wel vertrouwen. Dus ik denk van, ik ga met haar samen dit spel aan. Hey, voor mij is dit de ultieme strategie om te winnen. Ja, nee, ik snap het wel. Ja. Het is wel een hoog risico. Als je mij niet die Ring of Life geeft. Nee, dat weet je toch. Ik heb het gisteren ook gedaan, gast. De 2 heren zijn best nieuwsgierig naar de tactiek van Nelke en Thomas. En of ze er al achter zijn dat het ruilen van kaarten een optie is. Thomas is zo vriendelijk zijn tactiek uit te leggen.
en lijkt de brainwave die Rick had nog niet voorbij te hebben zien komen. Je hebt een manier om allemaal drie punten te halen in feite. Gewoon de ene tegen de drie ruilen en de drie tegen de ene. Mm-hmm. En dan de tweeën strepen we het in elkaar weg. Ja. Ja, dus je wint altijd 6 punten, maar niet 9 volgens mij. 9 kan sowieso niet. Je kan, ja, het kan wel. 6 is het hoogst. Nee, want de gelijken die worden ook tegen elkaar weggesteemd. Oké. Okay. Er werd iets gezegd? Ja. Ik was heel bang dat Thomas er ook achter zou komen dat hij 9 punten kon pakken. En de munt van zijn mededame, waardoor hij ook 4 munten zou hebben. Dan zouden zij allebei de ring krijgen als Thomas en Fabian gelijk zouden eindigen. En dan blijft er niks voor mij over. Voor als onze speedy gamer hier te snel gaat voor de oplettende kijker. Bij een gelijk spel wint de speler die de meeste G-coins in zijn bezit heeft. Rick voorziet nu deze situatie. Fabian en Thomas als gelijke winnaars met 4 G-coins. In dat geval heeft Fabian geen extra Ring of Life om met hem te delen. Er werd gezegd hier. Nee, je kan ruilen, maar dan moet je... Gewoon... Onderling? Ja, maar niet als je... Ja. Je mag ruilen met elkaar. Ja. God, het geeft weer een toch in een extra stukje dynamiek. Ja, ja, ja. Oké. Okay. In de garage breken ze hun hoofd over een winnende strategie. Heeft iedereen 1-1 weg en jij legt er 2, dan heb ik mijn 1 weggespeeld, heb jij 1 punt. Ja. De alliantie in de garage zoekt naar de meest voordelige manier om het spel te spelen. Het kwartje dat je kaarten kan ruilen is ook hier nog niet spontaan gevallen. En ze zijn met z'n drieën. Is dat handig? Oh. Hey. Hi. Gaat hier niet zo goed, hè, wel? Gaat het hier niet zo goed? Ja, als jullie met z'n drieën zitten, ik vind dat een slecht teken. Ja, is dat zo? Hoezo? Ik weet niet hoe je met z'n drieën 27 kaarten wil gaan verdelen. Voor mij dan de kaart over, maar hey, daar ben ik dan weer. Ja. Dus daarom zeg ik dat het onhandig is dat jullie met z'n drieën zijn. Had jij er niet over nagedacht? Nog niet. Ik had geen idee dat wij dus oneven kaarten zouden hebben. Dat we al sowieso, als je alleen bent, dat je oneven kaarten hebt. Dus op een gegeven moment dacht ik, wacht eens even. Dit is een probleem, dit is een heel groot probleem. Wij gaan winnen. Ik wil graag je G-coin lenen. En dan krijg je er zo 2 terug en we elimineren je niet. En kijk, zo gaan de G-coins een rol spelen in de Genius. Je kan ermee handelen. Je kan mij vertrouwen, als jullie je G-coin aan mij geven, elimineren we je niet. En dan krijg je daarna weer netjes terug. Dat bepalen jij toch niet? Of je ons elimineert of niet? Nou, dat bepaalt uiteindelijk Fabian, maar ik ben eventjes de boekhouder hier. Maar dat betekent dat hij zichzelf eigenlijk heeft opgeofferd? Wie? Ik ga dit spel verliezen van Fabian, denk ik wel. Ja. Ik had besloten dat het beter was om Fabian te laten winnen, want het ten eerste geeft heel veel vertrouwen aan hem. Ga maar tegen iemand anders zeggen, hey, jij pakt 0 punten deze ronde, dan pak ik er 9. Dat schept niet heel veel vertrouwen. Ik had zoveel vertrouwen in mijn strategie dat ik bereid was 0 punten te pakken, wetende dat hij dan zou winnen en mij zijn ring zou geven. Dus echt wel heel veel vertrouwen, want hij kan me ook die ring niet geven. Dan heb ik een heel groot probleem. In de kas ligt de ruilconstructie van Nushka en Roxanne op de grond. En de dames beginnen ambitieus te worden. Oké, stel dat je ervan uitgaat dat je wil 1 persoon helemaal laten winnen. Ja. Op hoe ver kan je dan uitkomen? Kan je dan op 6 uitkomen? Dan kan je op 6 uitkomen. Dat heeft Roxanne haar fijn gezien. Op deze manier speel je met z'n tweeën je kaarten tegen elkaar weg om 1 van beide 6 punten te bezorgen. Wacht, moet jij nog minder, wacht even. Snap je? Mag je met elkaar kaarten ruilen? Mag je dit doen? Jij hebt 3 ene. Kunnen we niet, zeg maar, dit doen? Oh, nu ga je winnen. Ja, nu heb je 9. Zullen we dat doen? Dus onderling ruilen in plaats van spelen? Onderling ruilen en spelen. Roxanne geeft haar hoge kaarten aan Nushka, die daardoor met 9-0 van haar kan winnen. Dus dat is de keuze die we maken. Heel relaxed en fluitend, geen stress, een beetje dingen proberen. Hallo, beste mensen. Hallo, gezellig. Ja. Hallo, hallo, hallo. Mogen wij jullie storen? Ja, jullie mogen ons best even komen storen, tuurlijk. Wij praten daar gewoon verder. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Hé, hey, wij hadden een vraag. Wat is je vraag? Want jullie zijn van plan, tenminste wat ik net begreep via... Dat heb ik niet met deze groep besproken. Oh, dat heb je niet met deze... Dit is niet de groep met wie jij... Jawel, dit is wel mijn groepje. Ja, precies. Maar met wie bespreek je het dan? Met Fabian. Oh, oké. Okay. En zij weten daar dus niet van? Niet helemaal, nee. Niet helemaal. Oké. Okay. Ik sta verbaasd. We werken nog steeds samen, hoor. Maar... Oh?
Ik was even op weg naar een mogelijke manier om het spel 100% te doen. Maar jij zei net dat dat niet klopt. Nou, okay. Er zit wel wiggle room in, maar dan heb ik al andere mensen nodig. Oké. Dus eigenlijk kom je een beetje als een olifant in een porseleinen kast gedoemd. Ja. Heb ik niet door, maar ik wist het ook niet. Ja, ik wist het niet. Ik merkte op een gegeven moment wel dat Rick af en toe wat eigen plannetjes aan het smeden was. Het is gewoon puur dat ik denk dat er nog een alternatieve manier is om het spel te winnen. Het is niet per se dat ik jullie op een manier wil naaien, maar gewoon... Op een wat is die alternatieve manier dan? Nou, zeg maar, het ding is of jullie winnen of wij winnen. Ja, maar het gaat mij echt... Maar dat is het ding. Kijk, we gaan nu een beetje in het bondje ruzie zoeken. Dat is niet handig. Nee, dat snap ik. Het gaat mij om die eliminatieronde. Volgens mij is dat het ding. Je moet... Ja, jij hebt makkelijk praten als jullie zo meteen allebei 9 punten hebben en allebei Ring of Life krijgen. Jij hebt makkelijk praten. Ja, maar ik heb jou gisteren... Ik heb liever een situatie waarin niet jullie allebei winnen. Dat is voor mij gunstiger. Want dan kan Fabian mogelijk zo'n ring aan mij geven. Ik weet... niet helemaal zeker of dit gaat werken. Nou, Rick is in ieder geval helemaal op stoom en hij wil nog steeds meer. Meer kansen, meer munten. Oftewel, G-coins. Weet je al wat je met die munt gaat doen? Nog niet. Oké, maar hebben ze een aanbod gedaan? Bij de discussie rond de strategieën. Oké. Okay. Zijn de munten toevallig te sprake gekomen? Waarom vraag je dat eigenlijk? Want wat wil je met haar munt? Jij wilt haar munt hebben. Ik wil haar munt lenen met rente. Ja, dus jij zegt, geef 1 munt aan ons en je krijgt er 2 terug aan het eind. Ja. Wij gaan namelijk 3 munten winnen. 1 voor Fabian, 1 voor mij, 1 voor jou. Ik zou zelfs willen zeggen, als je me jouw munt geeft, geef ik mijn munt ook aan jou. En we elimineren je niet. Ja, maar dan moet je dus zeker zijn dat hij de meeste punten scoort. Daar zijn we redelijk zeker van. Denk je dat iemand 10 punten gaat halen? Daar mag Feride over nadenken. Rick is niet de enige die op jacht is naar coins. Wat nou als wij... besluiten, oké. Fabian mag winnen. Maar dat betekent dat wij de coins krijgen. Oké. De game is on in de vierkoppige alliantie. In de garage zoeken ze naar een oplossing voor de onhandige positie waarin ze zitten. Een alliantie van 3 met 27 kaarten levert gegarandeerd een verliezer op. Ik zit net op de wc, ik denk, oké, luister. Misschien... Daar komen de meest geniale plannen naar boven. Ik laat me elimineren. Stel je voor, gewoon even vrij. Ik laat me elimineren. Ik mag dan zelf kiezen tegen wie ik speel, toch? Ja. Misschien tegen de speler die dan eigenlijk deze belangen heel de tijd verstoort. Ja, mijn backup heb je dan, hoor. Ja, Eni, luister. We gingen gewoon met z'n drieën zitten, dus luister, 1 van ons moet gaan bloeden. Klaar. Ja, dat is het nu, want we hebben nu zoveel gepraat daarover en het gaat gewoon niet. Ja. 1 van ons moet gaan bloeden. Ja. Gaat Nizar bloeden? Feride en Anna Maya gaan in een laatste reddingspoging op bezoek bij Rick, die in zijn alliantie vol voor zijn kansen gaat. Het was mijn idee. Ik had wel meteen jou aangetikt te zeggen, zorg ervoor dat je het vindt, anders blijf je met die kaart over. Ja, ja, ja. Dus is het ergens ver dat Fabian wint, mij de ring geeft, krijgen jullie de munt. Echt bij, ja. Oké. Okay. Maar nou moeten we het nog even uittellen. Ja. Ik heb de... En dan moeten we even... Als wij te laat, no deal. Had je maar eerder moeten komen. Dus jullie zijn eruit? Wij zijn eruit. Ja, we zijn eruit. Oké, duidelijk. En toen dachten we, vies Rick. Ja, dat was het moment. Het verbond tussen ons is sterk, maar ik zie er ook risico's aan. Want met name Fabian en Rick komen... best wel agressief over misschien tegenover het andere team, zeg maar. Of tegenover de andere spelers. En daar moet je mee oppassen, denk ik. Dat je niet mensen tegen je in het harnas gaat jagen. Trouwens. Wat wil je voorstellen? Nee, maar je hebt toch al je ding gefixt, klaar. Nou, dan is het al helder. Ik wil het echt heel zeker weten. Wat zei je? Je wilt het heel zeker weten? Heel zeker weten, want ik denk dat klopt. Dat is part of the job van een sorry, Rick. We gaan er niet in mee, want je zit de hele tijd of hier of daar en vervolgens... Ja, ik kom wel een beetje sneaky over deze ronde. Je bent sneaky. Je bent wel Nee, ik ben wel een oude glijp. Ik wil dit potje gewoon even graag winnen. Rick heeft wel een beetje mensen tegen zich gekeerd nu. Dus dat is jammer, maar Rick is wel echt een tacticus. Hij had wel heel veel dingen door die de rest niet door had. En ook echt niet door had vandaag, waar ik echt verbaasd over was. Dus het is wel goed om Rick in je team te hebben, maar hij heeft wel wat tegenstanders in. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Maakt echt niet uit. Tenminste, voor mij in ieder geval. Ik ben goed. Oké. Vertrouw ik op, hè? Hierbij, bro.
Neem jij het op of doe ik het? Ik doe het. Doe jij het? Ja. Oké, ik ga het doen en het lukt. Flex, lukt het niet? Dan gaan jullie alsnog door en hou de spirit vast. Dan moet ik leven in jullie. Rick voelt dat hij niet geliefd is. Hij start een charme-offensief bij Nushka en Roxanne. Dus wat gaan jullie doen? Dat leggen we niet uit. Hij is naar je boekje aan het kijken. Oh, dank je. Oh nee, was ik niet. Ik... Jij vuilen. Ik kan het oprecht niet lezen vanaf hier. Ik heb mijn bril niet op. Maar okay, jullie zitten sowieso goed. Jullie gaan niet een kaart overhouden. Daarmee gefeliciteerd. Ja, we zijn safe. Ja. Maar jullie hebben niet een manier verzonnen om te kunnen winnen? Nee, we zijn gewoon jullie safe. Jullie mikken in ieder geval op niet geëlimineerd worden en dan niet gekozen worden. Nou, dat is prima. Wie blijft er met de kaart over? Ik ga 0 punten verdienen. Oké. Okay. Ja, top. Niet heel veel zin in, maar... Hè. Nou, top. Veel plezier ermee. Ja, jij ja, ook. Succes. Hopelijk niet tot de eliminatie. Nee. Wat een smiecht, hè? Ik heb me toch een beetje gedragen. Ik zou zeggen, agressief bloedfanatiek. Ik was echt heel fanatiek deze ronde. En achteraf had ik misschien iets rustiger mogen zijn. We gaan nu beginnen met het spelen van Outnumbered. Pak allemaal jullie kaarten. Gedurende dit uur kun je naar de tafel gaan met degene waarmee je wilt spelen. Gebruik de tijd die je hebt. Verstandig. Zullen we het gewoon in één keer doen? Oké. 3-3-3, 3-2-3 en jij 1-1-2. Ja, 1-1-2. Ja. Oké, let's go. Ik vind het heerlijk om het maar gehad te hebben. Ja. Gewoon zoals we het gerepeteerd hebben. Ja. Oké, maar we mogen gewoon praten, toch? We mogen gewoon praten. Oké, nou ja. Dan 1-1-2. Dan doe ik nu mijn 1. Ja, 3. Wil je nog tegen elkaar spelen? Ja. Perfect. Nog eens omdraaien. Nog een 3, 2, 1? Ja. De tactiek is duidelijk. De dames hebben de kaarten zo geruild dat Roxanne alles verliest van Nushka. Twee. Je hebt alleen maar 2, hè? Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. Just be sure. Omdraaien. Met een score van 9 punten hopen ze de winst te pakken en vrijstelling voor Roxanne te versieren voor de deathmatch. Oké. Okay. Vol vertrouwen hebben ze hun tactiek uitgevoerd. Maar is het genoeg? Veel zal afhangen van dit team. Is het een team? Vertrouwen ze elkaar? Niet iedereen is even gelukkig. Jij moet mij niet gaan naaien. Waarom zou ik je naaien? Oké. Okay. Is goed, chef? Ja. Kunnen wij hier nu zo lang spelen als we willen? We zijn nu begonnen met spelen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet? Nee. Oké. Okay. Mogen we kijken? Ja, mogen we wel kijken. Ik ga mijn boekje pakken. 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Jullie willen tegen elkaar spelen? Ja. Ja? Ja, we spelen tegen elkaar. Mogen jullie elkaar dicht neerleggen? Mag je tegen elkaar spelen? Misschien wordt het 1 punt. We zagen het gewoon aan elkaar. Dat we dachten, oh, straks trekken we de verkeerde kaart. En dan trekt zij net de 3-hoek, de 2 of zo. Terwijl zij dat potje moest winnen. Dus dat was wel even spannend. En anders had één iemand een punt meer gehad. Maar dat maakte toch niet uit. Want we wisten toch dat uiteindelijk Nizar zou achterblijven met 0 punten. Ze doen echt maar wat. Dit wordt helemaal niks. Ik hoef het niet eens op te schrijven eigenlijk. Nog je tegen elkaar spelen? Nog je tegen elkaar spelen? Ja. Nog neerleggen. Spelen? Ja. Ho even. Nog een keer spelen? Er zijn 9 punten gehaald met 18 kaarten. Maar kijk wat hier gebeurde. We hebben van jou nodig 1-3-1-1. Nizar heeft Feride en Anamaya beide 3 kaarten gegeven. Wat gaat dat hen opleveren? De dames spelen het voor beide safe en komen uit op een 6-6 stand. Perfect. Dankjewel. Oké. Fijne dag. Dankjewel. Tanden. Mag ik aan de dealer vragen of zij al gespeeld hebben?
Mag je niet vragen. Mag je wel vragen, krijg je een antwoord. Je bent echt zo'n bouncer nu. Dat mag je niet vragen, vriend. Dat denk ik zelf. Jij hebt nog niet gespeeld? Nee, ik ga zo spelen. Je gaat zo spelen? Oké. Okay. Hoeveel kaarten hebben ze weggespeeld? Ja. Heb je toevallig nog een kaart in je zak? Het vierkoppige team kan de tactiek van hun tegenstanders niet meer volgen. Bijkomend probleem, niemand van deze alliantie heeft Nushka en Roxanne zien spelen. Dit sloeg echt helemaal nergens op. Of ze een briljante tactiek die wij niet snapt. Eén van hun heeft misschien nog gewoon kaart op zak en gaat dat zo met niet zo luiden. Grappige is, zeg maar, behalve Nelke, die drie vertrouwen elkaar alle drie niet. Totaal niet. Ze hebben niet gespeeld. Ik heb echt heel vaak gekeken. Ik ook, ja. Kan niet. Maar het is grappig, want zij denken dus dat wij nog moeten spelen. Weet je wat we doen? 5 minuten voor het einde gaan we weer even daarheen. Dan zitten ze eens weer helemaal in. Ze kwamen net kijken daar of we nog die kaarten hadden. Alles is theater. Wij moeten even opnieuw verdelen dan, want jij krijgt... Je moet alleen maar een voor een 3 wisselen, toch? Ja, een 3 voor een 1 wisselen. En wij kunnen spelen in principe? Ja. In dit team willen ze gaan spelen. Maar wat zijn Nushka en Roxanne van plan? Die hadden toch al gespeeld? Hallo. Hallo. Wij willen spelen. Tegen elkaar spelen. Dat kan. Als dit fout gaat, wat jullie gaan doen zo meteen, dan zijn we allemaal echt zwaar lul. Oké. Oh, kijk, ze zijn bezig. Loslaten. Mag ik uit omdraaien? Mag je tegen elkaar spelen? Dit is echt super raar. Jullie hadden al gespeeld. Huh? Ik ben geëlimineerd, maar jij ook. Dus eigenlijk, ik kan 2 kaarten aan jullie geven. Want dan heb jij in ieder geval 1 punt. 3 en 2. Huh? Maar ze hadden gewoon gespeeld. Mogen wij vragen of zij gespeeld hebben? Mag je niet vragen? Of mag je wel vragen, maar krijg je een antwoord op. Maar zag jij ze echt spelen? Nou, ze stonden hier bij die tafel. Oh, wacht even. We kunnen hier wel stiekem in kijken. Er liggen hier niet zoveel kaarten. Maar ze komen ook niet kijken, dus laten we maar gewoon snel spelen. We hebben gezien dat Nushka de speler is met tot dusver de meest behaalde punten. Hoe de G-coins in de bevriende allianties rond zijn gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Fabian en Thomas gingen beide voor een overwinning met 9 punten en de geplande 4 G-coins. Maar ze spelen tegen elkaar? Wil je nog iets tegen elkaar spelen? Ja. Ja. Ik leg een 3. Mag je tegen elkaar spelen? Ja. Gewoon draaien. Thomas blijft op 1 punt staan. Wat is de bedoeling, jongens? Haalt dan in ieder geval Fabian de score van Nushka? Hou je wel de tel bij? Zeker. Nou, wat was de stand dan? Dankjewel. Ja, jongens, dat ga ik niet zeggen. Ik merk dat ik een beetje overweldigd word door alle nummers, door alle verschillende manieren die er zijn om het spel te spelen. De tussenstand? Fabian staat gelijk met Nushka. Nelke en Rick positioneren zich achter de tafel. We gaan elkaar spelen? Ja, ja. Wij gaan met elkaar spelen. Perfect. Mogen jullie één kaart dicht neerleggen allebei? En anders laten. Ja. Gewoon draaien. Yes! Wil je nog een keer tegen elkaar spelen? Graag. Heel graag. Mogen jullie elkaar dicht neerleggen? Gewoon draaien. Oh, balen. Allemaal mijn punt, helemaal eerlijk verdeeld. Nog een keer tegen elkaar spelen? Ik zou graag willen, maar... Oké. Ja. Alles is op. Dat gaat helemaal fout, dat weet ik nu al. Nou, ja... Oh, het zou heerlijk zijn, hè? Ja, meestal gaat het altijd toch, gebeurt er dan iets dat het toch fout gaat. Ja. Maar dat is een mooi scenario. Het is er nu al genieten. Ja. Nushka en Roxanne verheugen zich al op de Ring of Life. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Nelke en Rick hebben 1 ronde gespeeld. En zijn zo af van de hatelijke 0. Maar de rest van hun kaarten, waar zijn die? Nou, Thomas en Fabian blijken nog niet klaar te zijn. En hebben er een aantal in hun hand. Gaat Thomas ophalen naar 9? Of... Nee.
Jongens, alles is overhoop gegooid. Ja. Wat dan? Je mag ook kaarten krijgen van mensen. In principe kun je meer dan 9 punten halen. Als ik jou gewoon extra kaarten geef, kan ik jou zelfs 10, 12, 13, 14 punten laten halen door gewoon mijn kaarten te geven. Als ze ook nog eens goed zijn, dat in een groepje omhusselt. De situatie in het spel kantelt dramatisch. Het bezit van de meeste G-coins gaat helemaal geen rol meer spelen. Want van een gelijk spel met het bondje in de kas gaat het niet komen. Fabian stoomt met de kaarten die hij extra heeft gekregen door naar een gigantisch aantal punten. Laatste kaart. Mag je nog even gaan spelen? Ja. Dan mogen we hem neerleggen. Dan mogen we hem omdraaien. Ook nog. Spelers, kom naar de gamezone. Dit team lijkt een winnaar in huis te hebben. Leuk. Maar hoe veilig zijn de andere drie voor eliminatie in de deathmatch? Er is nog één kaart niet gespeeld. Wie heeft die in zijn bezit? Ikke. Dan mag je die hier neerleggen. Nizar weet wat hem te wachten staat en lijkt klaar om te gaan bloeden. Maar als het even kan, is er één speler die zo in de deathmatch nog iets harder bloedt. De winnaar met 15 punten is Fabian. Hij wint 3 G-coins en ontvangt 2 Rings of Life. Gefeliciteerd. Nushka, je bent tweede geworden en je wint 1 G-coin. Ook jij gefeliciteerd. Nizar, je bent met 0 punten de verliezer en moet de deathmatch gaan spelen. De ring gaf Fabian aan Rick. En toen dacht ik... Oh. Van alle scenario's die ik had uitgedacht, komt hij uit. Toen dacht ik, jeetje man, ik wil eigenlijk helemaal niet kiezen. Ik had echt op Rick gewend. Daar gaat ons hele best. Volgende keer beter, dames. Nizar, jij moet nu bepalen tegen wie je de deathmatch gaat spelen. Ik ben benieuwd. Oké. Ik had hem heel graag willen spelen tegen Rick. Maar die heeft natuurlijk een Ring of Life. En dat was eigenlijk de eerste keuze. Ja, we kwamen een beetje verkeerd over net. Er kwam niet zo heel veel. Maar helaas moet ik dan wel één van jullie twee kiezen. Jou kan ik niet kiezen voor een deathmatch. Maar dan word jij het, Thomas. Maar als ik jou wat munten aanbied om niet hem te kiezen? Dat wordt heel lastig. Nee, ik ben niet omkoopbaar. Ik had het heel graag tegen Rick willen spelen. Maar je snapt niet de waarde van munt in dit spel? Jawel, dat snap ik heel goed. Maar ik snap ook de waarde van vertrouwen in een groep. En ik laat hen... Ik offer mezelf daarvoor op. En dan speel ik tegen Thomas. Ik voelde hem op het laatst heel erg aankomen dat ik het zou worden. Dus ja, ik baal van dat ik me te veel heb laten meeslepen... door het pact en door de strategie van Fabian en Rick. Thomas had makkelijk een eigen alliantie kunnen vormen en de winnaar kunnen zijn. En niet vandaag in de deathmatch hoeft te belanden. Het is niks persoonlijk met Thomas. Oh nee. De deathmatch zal bepalen wie van jullie er naar huis moet. De deathmatch is on track. In on track leg je om beurten spoortegels neer. Je moet een traject voltooien dat vertrekt van het treinstation en ook weer terugkomt bij het treinstation. Er zullen 2 treinstationtegels zijn, met aan beide kanten onvolledige sporen. De 2 eliminatiekandidaten wisselen elkaar af om zo in totaal maximaal 16 spoortegels neer te leggen en 1 enkel traject te voltooien. De 16 spoortegels hebben 2 zijden. De voorkant toont een rechtspoor, terwijl de achterkant een bocht laat zien. Je legt, te beginnen bij de startspeler, spoortegels neer en mag tijdens je beurt 1 tot 3 tegels neerleggen. Je mag telkens 1 kant van een tegel gebruiken. 1 van de tegels die je neerlegt moet een eerder geplaatste tegel raken. Dat mag de boven, onder, linker of rechterkant van een eerder geplaatste tegel zijn. Sporen hoeven niet altijd aan te sluiten. Als je meer dan 1 tegel tegelijk neerlegt, moeten ze in 1 rij geplaatst worden.
Het is niet nodig om alle 16 tegels te gebruiken om het traject te voltooien. Jullie zullen om beurt de tegels neerleggen en de speler die het traject voltooit, wint. Maar je kunt on-track ook winnen zonder het traject af te maken. Als je inschat dat het traject niet kan worden voltooid met de huidige resterende tegels, kun je melden dat het onmogelijk is. Als een speler dit verklaart, moet de tegenstander de resterende tegels gebruiken om de baan af te maken. Als je dat lukt, ben jij de winnaar van dit spel. Zo niet, wint de andere speler. De winnaar van deze deathmatch plaatst zich voor de volgende aflevering en elimineert daarmee zijn of haar tegenstander. Nou, heel veel vragen. Thomas en Nizar mogen nog even in conclaaf met vertrouwelingen voor het bepalen van hun strategie. Mijn wensen zijn om jou erbij te hebben en jou erbij te hebben. Eén iemand is verrassend genoeg niet welkom. Bij het hoofdspel had Rick vrij snel en eigenlijk ook heel slim mij en Fabian, die de vorige games hebben gewonnen, uit elkaar gedreven een beetje. Om met elkaar voor die ringen te gaan, voor die overwinningsringen. En heb ik me door laten meenemen. En ik dacht van oké, dat ga ik nou niet doen. Ik vertrouw hem niet meer. Dus ik dacht oké, ik ga dit helemaal zelf doen. Waarom wil je Rick er niet bij hebben? Ik vertrouw hem niet. Jawel. Nee, ik vertrouw hem niet. Ja, maar ik vertrouw hem wel, okay, want ik kan narekenen wat hij vertelt. Ik kan narekenen wat het is mijn spel. Ik ga dat niet doen. Nee. Laat hem beginnen. En zo snel mogelijk dan moet zeggen, het kan niet meer. Ja. Dus na 3 beurten kan het al over zijn, hè? Want kijk, ik heb het wel een beetje uitgerekend. Als je 3 doet, en dan hij doet elke keer minimaal 1, is het na 3 beurten kan het al over zijn. Ik weet het volgens mij, ja. De tijd is om. Het spel gaat beginnen. Veel plezier. Thomas en Nizar begeven zich met knikkende knieën naar de speeltafel. De rest kan in de kas het spelverloop meekijken. Succes, bro. Succes. Thomas, jij bent uitgedaagd voor deze deathmatch. Dus jij mag beslissen wie er mag beginnen. Dan wil ik beginnen. Ja, ga je gang. Ik sta hier echt te shaken. Ik ben helemaal afhankelijk van wat ik zelf ga doen hier. Ik mag geen fouten maken, ik mag niet misstellen. Ik heb een boekje erbij, dus ik ga meeschrijven, ik ga mee tekenen. Maar dat is het enige wat ik kan doen. Meteen al aantekeningen erbij. Maar wat was jouw tactiek met? Ja, wat hebben jullie besproken? Hij mag beginnen, dus als het goed is, wint hij. Als je iets slims wilt. Als je er eentje doet, en daarna volg je wat de tegenstander doet, dan heb je altijd een voorsprong. Dan als die andere één altijd doet, doe je ook 1 en hij 2. Ja, hij ook 2. Als hij de 2 doet, doe je de 2. Als hij de 3 doet, doe je de 3. Je moet ze in 1 beweging neerleggen. Je moet ze in 1 beweging neerleggen. Huh? Wat doet hij nou? Oh, ja, dat kan. Oh ja, ja, dat is ook slim. Ik dacht, als ik kan beginnen, dan kan ik een opening set doen die Nizar helemaal gaat ontregelen. Dan speel ik 3 tegels, zijn er nog 13 tegels over. En de enige manier om het te kunnen afleggen is met precies 13 tegels. Dat had ik uitgerekend. Wacht, kan dat nu nog? Hij moet nu gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volgens mij 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nee, maar red je dit niet? Maar kun je niet meer uit het station komen? Nou, we waren met z'n allen aan het kijken en iedereen riep van het kan nog, het kan niet, het kan nog, het kan niet. We waren allemaal zo in de war. Wat voor plan je nou precies in gedacht had? Dus hij kan nu toch zeggen dat het niet kan? Die zou moet het nu zeggen. Dat moet hij nu zeggen, anders is hij er. Maar zo hebben we het wel afgesproken, hè, dat hij zou tellen. Ja, ja. Dus 1, 2, 3, 4, dus hij moet nu zeggen dat het niet kan. Of wel? Zal ik de bocht naar onder leggen of de bocht naar boven? Zal ik 2 stukken neerleggen? Of 3? En in welke vorm? Oh nee, hij pakt ze. Nee, ja, okay, nee, nee, dat kan niet. Dat gaat niet. Ik mag gewoon aanraken, alles doen wat ik wil, hè, zonder dat ik iets speel. Wat wil je aanraken? Gewoon de tafel. De tafel, natuurlijk. Oh, ik vind het zo spannend dat hij zo lang de tijd neemt om na te denken. Wat gaat er door hem heen op dat moment?
ik probeer hem te lezen. Hij kijkt mij af en toe aan. Hij lacht af en toe naar me. Ik kijk hem aan. Ik hoor achter me ook geluid uit de kast komen van mensen die aan het meetellen zijn. Ik denk, oh, van, ik ga hem zelf maar een beetje schuiven om geluid te maken, om het geluid te dempen. En ik dacht, oké, wat gaat er door hem heen? En volgens mij zat hij alles uit te tellen. Ja, hij heeft er wel iets heel interessants van gemaakt. Ik heb allemaal dingen uitgedacht, maar ik had dit niet verwacht. Nee, maar één hoekje nu de verkeerde kant op en dan kan het niet meer. Ja, ik zou hier neervallen als ik daar stond. Jeetje. Oh, wat? Hij legt er eentje terug. Hij doet er gewoon één. Misschien is hij er nog niet uit. Ik denk dat je het onmogelijk hebt gemaakt om het nog af te maken. Dus ik daag je uit om het neer te gaan leggen. Met de resterende tegels. Het is onmogelijk? Oké. Ik laat je zien waarom het mogelijk is. Leg een bocht naar links, omhoog. Ik ga helemaal langs het treinstation. Ik ga omlaag. Ik maak de bochtjes bij de drie sporen die jij neer hebt gelegd. En uiteindelijk heb ik een spoor dat compleet is en een klein spoor dat ook compleet is. En dan is de vraag, mogen twee rondjes ook? De route van Nizar is ongeldig. Ik denk, ik heb het toch compleet gemaakt. Het is toch compleet. Na de eerste zet van Thomas was de enige mogelijke verbinding deze. Nizar had het traject met de juiste tegels op deze posities moeten vervolgen om in het spel te blijven. De rechte spoortegel maakte een goede verbinding onmogelijk. Het spel is afgelopen. Thomas is de winnaar. Kom allemaal naar de Gamezone en neem afscheid van Nizar, die de genius moet verlaten. Sorry, Nizar. Gedaan, man. Ja, ook. Oh, ik weet dat hij eruit gaat nu. En ik vind het zo rot voor hem. Hij heeft zich opgeofferd bij de main match. Hij is een hartstikke leuke speler. Hij is los, hij is vrolijk. Iedereen draagt hem een warm hart toe. En ook al ben ik heel blij dat ik win, maar ik vind het wel lullig. Wat ik voelde was dat ik vooral erg blij was dat Thomas had gewonnen. En toen pas dacht ik, ja, het is wel lullig voor hem. Maar ik dacht ook van, je hebt het niet slim gespeeld. Dus ik dacht, ja, in zekere zin vond ik het terecht. Het was een beetje zijn eigen fout, volgens mij. Nizar is vandaag geëlimineerd. 8 spelers zijn nu veilig. Maar zet in de volgende aflevering alles weer op het spel in The Genius. Volgende week worden de spelers getest op hun pokerface en bluff. In een spel waarin één persoon een dief blijkt te zijn. De gemoederen lopen hoog op. Waarom is hij jou weggestuurd? Waarom vroeg ik jou nou hier? Hey, je hebt me genaaid. Hoe bedoel je? Heb jij afspraak gemaakt met mensen? Oh, maar wacht even. Kut. Wat? NTR. Speciaal voor iedereen.